Sander Duivestein van Vint Sociatief, van harte welkom als werkverbeteraar. Ja, dankjewel. Laten we even beginnen bij het begin. We gaan natuurlijk even de zin en onzin van AI doorspitten. Ja. Maar wie heb ik tegenover me zitten? Voor die enkeling die nog niet weet wie jij bent en wat Vint doet. Sander Duivestein, 52 jaar. Ik woon in Oosterwijk met mijn vrouw en twee lieftallige dochters, 17 en 19, die ik voortdurend bestudeer wat ze met nieuwe technologie doen. En met name hoe ze TikTok gebruiken en misbruiken. En ondertussen werk ik voor het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie van Sociatie. En daar doe ik onderzoek naar de impact van nieuwe technologie op mensen, bedrijven en onze maatschappij. En ja, ik schrijf heel veel met mijn collega's Thijs Pepping en Menno van Doren. We organiseren onze eigen evenementen en we presenteren ook heel veel. En ik denk waar de mensen hopelijk mij of ons van kennen, is het boek Echt Nep, wat wij in oktober 2021 gepubliceerd hebben. Ja, nou, gelijk mooie reclame. Dus als je na het luisteren van deze podcast er meer over wil weten, hebben we de show notes natuurlijk. Ja. Hey, we gaan gelijk met de deur in huis vallen. Ik heb voor het eerst zo'n soort De Wereld Draait Door pennetje in mijn hand. Ik ga je even 5 stellingen voorleggen. Oké. Okay. En dan is het idee, in deze tijden van polarisatie, het is het een of het ander. Ja, dus dat zullen we wel eens zien dan. Ja, nou, je mag er later op terugkomen. Ja. Of we komen er later op terug. Stelling 1. AI, vriend of vijand? Vriend. Het is goed dat de grote techreuzen zoals Google, Microsoft en Adobe hun eigen AI-tools ontwikkelen en beschikbaar stellen voor het grote publiek. Ja. Ik schrijf natuurlijk even met je mee. De grootste AI-ramp moet nog komen. Ja. Meer of minder wet en regelgeving rondom AI? Meer. En dan de laatste. De wereldwijde adoptie van AI gaat meer impact hebben dan de lancering van het internet. Ook mee eens. Gaat meer impact hebben. Ja. Goed, we gaan er zo meteen allemaal nog op terugkomen. Voor zij die onder een steen hebben geleefd, waar hebben we het vandaag de dag over als het gaat over AI? Wat is nu, wat speelt zeg maar voor het grote publiek? Nou, ik denk dat we eind 2022, begin 2023, hebben we de introductie meegemaakt van ChatGPT, gemaakt door OpenAI. En ik denk dat dat de ommekeer is geweest. Dat mensen opeens de kracht zagen van hoe je kunstmatige intelligentie kunt gebruiken om zelf creatief te zijn. Je kunt er teksten mee schrijven, essays. Je kunt je huiswerk laten doen. Je kunt er samenvattingen mee maken. Het kan PDF's lezen. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het wel doen met ChatGPT. En wat ik daar zo met name aan interessant vind, is dat als je kijkt naar kunstmatige intelligentie, voorheen was het heel vaak, was kunstmatige intelligentie was bedoeld om patronen te herkennen. En nu hebben we technologie ontworpen die zelfstandig in staat is om patronen te genereren. Dus als je met AI nu aan de slag gaat, je gaat ermee samenwerken, dan kun je de meest waanzinnige creaties kun je produceren. Kun je creatief zijn. En dat kan iedereen. Dat vind ik heel krachtig. Ja, dat is heel mooi hè, wat je nu beschrijft. Het is echt de positieve kant van het geheel. Ja, maar dit is natuurlijk mijn ontzettende positieve, optimistische kant. die ik als techno-optimist natuurlijk ook probeer uit te dragen. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan zo meteen nog even kijken naar de schaduwkant van AI. En je zag het voor de hype al wel een beetje aankomen, heb ik het idee. Want toen ik jou een aantal jaar geleden sprak, toen had je het hier ook over. En toen was ChatGPT nog niet gaande. Ja en nee. Ik denk namelijk dat het al wel gaande was. Wij hebben destijds, denk ik ook al in 2016 volgens mij, hebben we een rapport gepubliceerd over de creatieve kant van kunstmatige intelligentie. Toen zag je opeens dat op schaken, op het bordspel Go, zag je allemaal verbeteringen komen dankzij kunstmatige intelligentie. En toen ging je opeens de vraag stellen van, die kunstmatige intelligentie, kan die ook creatief zijn van zichzelf? Dat was toen een groot vraagstuk. En ik denk dat we nu het antwoord gekregen hebben na 5 jaar tijd. Of ja, bijna, of ik zeg 2016. Dus 7 jaar tijd. AI is ook creatief. Ja, en dat is goed volgens jou? Ja, weet je, ik denk dat wat we nu ook meemaken, iedereen kan hier gebruik van maken. Iedereen kan een vraag stellen aan AI en kan daar een resultaat uit krijgen. Dus een kind kan de was doen. Dus wij schrijven in het boek heel duidelijk dat AI momenteel creativiteit democratiseert. Want iedereen kan een tekst schrijven, een foto maken. Het hoeft niet meer via Adobe Photoshop, maar je kunt ook muziek of geluid of videobeelden produceren. Ja. Nu was wel het moment dat ik dacht van, oh, nu zijn we echt te ver gegaan. Toen mijn grote held Johnny Cash werd misbruikt voor een Barbie-liedje. Wat vind je dan van dat soort dingen als dat gebeurt? Wat voor vragen of gevoelens roept dat bij jou op?
Nou ja, weet je, ten eerste vond ik het, ik vond het heel goed gedaan. Ja, dat zeker. Dat het is onmiskenbaar Johnny Cash die dat nummer van Barbie zingt. Aan de andere kant is het natuurlijk gewoon een complete kitsch die je hoort. Ja, en is het eigenlijk wel weer afschuwelijk. Maar het laat je wel heel duidelijk zien wat de mogelijkheden hiervan zijn. En het stelt vragen over onder andere rechten, copyrights, IP, patenten, beeldrechten. Wat moet daarmee gaan gebeuren? Ja. En is het antwoord daar al? Nee, absoluut niet. Je ziet nu dat de eerste rechtszaken aan het ontstaan zijn, waarbij artiesten, onder andere een aantal schrijvers, zich verenigd hebben. Omdat ze zeggen van luister even, we kunnen duidelijk zien dat die kunstmatige intelligentie onze boeken heeft gelezen, maar zonder onze toestemming. En nu, als je nu vraagt van kun je een verhaal schrijven in de stijl van die desbetreffende schrijver, dan komt het eruit rollen. Dus zij voelen zich eigenlijk in een kruis getast. En ze vinden dat hun intellectueel eigendom, hun gedachtegoed, gewoon gejat is. Ja, ja. Dat is niet goed. Nee, maar daar valt toch iets over te zeggen. Ja. Alleen als je gewoon kijkt naar de historie, hoe wij nieuwe dingen bedenken, hoe we creatief zijn. In mijn optiek is het altijd een remix van andere dingen die al lang bestaan hebben. Ja. Ook als je kijkt naar stromingen in de kunst, ten aanzien van bijvoorbeeld schilderijen. Het kubisme was er niet opeens zomaar. Daar gingen andere stromingen aan vooraf. En ja, je leert dus voortdurend van het is the standing on shoulders of giants. Continu eigenlijk ook. Continu. En dit doet AI dus ook. Dus ik wil het niet per definitie als slecht bestempelen. Maar ja, we moeten sowieso kritische vragen over stellen. Maar niet meteen het kind met het badwater weggooien. Nee, dat vind ik ook wel mooi. Dat is ook iets wat echt vindt eigen is, hè, volgens mij. Het is niet per se goed of slecht, maar het is meer onderzoekend van wat zijn beide kanten van het verhaal. Absoluut. En ik denk dat het ook terugkomt op de allereerste wet van technologie. Melvin Kranzberg, dat is een techniekfilosoof. Die heeft ooit een vijftal wetten verzonnen. En zijn eerste wet is van een technologie is niet goed of slecht. Maar het is ook niet neutraal. Het ligt heel erg aan wat wij mensen ermee doen. En er is ook zo'n bekend voorbeeld van een neuroloog volgens mij. Die ook zegt van weet je wat. Als je een hamer hebt. Je kunt er of een spijker mee in de muur slaan. Of iemands kop mee in rammen. Ja. Het ligt aan de mens die de hamer vasthoudt. En dat gaat. Ja, dat geldt ten aanzien van alle technologie. En zeer zeker ook voor kunstmatige intelligentie. Mooi. Hey, nu is het wel zo, en dat is misschien een beetje mijn gebrek, maar als ik LinkedIn open en ik scroll 3 keer, dan heb ik het gevoel dat 90% opeens AI-expert is. Ja. Wat vind je ervan? En B, hoe AI-volwassen zijn we eigenlijk? Nou ja, ik vind het lachwekkend. Ja. Je zag eerst dat iedereen metaverse-expert was. En daarvoor was men blockchain-expert. En nu is iedereen opeens AI-expert. En als je dan mensen vraagt van heb je ooit eens een keer een stukje AI geprogrammeerd? Nee, dan kunnen ze dat niet. Dus vaak mist hele basale kennis. Maar ja, het is een hype, dus iedereen duikt er bovenop. Iedereen heeft er een mening over. En een hele hoop mensen willen er gewoon keihard cash aan verdienen. Ja. Dat is wel in de fase waar het nu in zit. Absoluut. En hoe gaat het dan naar meer volwassenheid in jouw ogen? Nou, zoals eigenlijk iedere technologie gaat. Hè? Je kunt gewoon die hype cycle volgen. En dat maken we nu ook mee. Het dal van desillusie zitten we nog niet in. Dat duurt nog wel eventjes, denk ik. Maar dat komt er ook wel aan. Dan krijg je een periode dat we toch teleurgesteld zijn in technologie, dat niet alle beloftes worden waargemaakt. En dan zie je dat we dat is een soort van ja, struggle. Dat is geen fijne periode, maar daarna komen we eruit en dan komen uiteindelijk de eerste positieve use cases komen eraan. Waarbij duidelijk wordt hoe je AI kunt inzetten en hoe je geld mee kunt verdienen. Ja, hey, nu was de stelling AI vriend of vijand is even vriend. Ja. Het is natuurlijk ook wel gegeven dat AI ontzettend veel wordt gebruikt en misbruikt door cybercriminelen. Hoe gaat dat zich verhouden tot elkaar? Ja, maar dat is weet je, dat is ook iets van alle tijden. Dat gebeurt ook denk ik met iedere technologie. Kijk bijvoorbeeld naar blockchain of bitcoin of cryptocurrencies. Ja, weet je hebt een hoop mensen die er goede dingen mee proberen te doen. En je hebt ook mensen die het met name proberen te gebruiken om fraude en diefstal mee te plegen. Om zichzelf te verrijken. Dus dat gebeurt ook hier. Dus daar moet je ook niet bang van zijn. Dat is van alle dag. Ja. Dus ja, wat mij betreft geen vijand. En ik zei bewust dat het een vriend is.
Wij zijn nu ook bezig met het schrijven van de opvolger van EchtNep. Die als momenteel als werktitel echt slim heeft. En ik ben dus weer heel veel aan het schrijven. En ik merk voortdurend dat ik ChatGPT gebruik om ermee te sparren. Om mijn teksten te lezen, te beoordelen, aan te vullen, te bekritiseren. En daar leer ik gewoon heel veel van. Dus voor mij is AI echt een sparringspartner. Een soort van virtuele collega. En eigenlijk al onmisbaar in mijn werkomgeving. Hey, wat kun je nou, want dat is misschien een beetje mijn bezwaar tegen de mensen die zichzelf nu AI-expert noemen. Die geven je allerlei prompt-tips. Ja. Kun jij eens een inkijkje geven in hoe jij het dan gebruikt als sparringspartner? Want ik neem aan dat jij niet een vraag stelt en die tekst van ChatGPT copy-paste in het boek. Jawel, doe ik wel. Ja. En dan ben ik klaar. Nee. Dus volgende week komt het boek uit. Nee, ik ben heel erg bezig om... Ik schrijf zelf een aantal teksten of een aantal alinea's over een bepaald onderwerp, een bepaald stukje. En dat kunnen, zeg vier alinea's of één A4'tje. En dan geef ik die aan het eind van de dag, geef ik die... als ik er zelf tevreden over ben, geef ik die ter beoordeling aan ChatGPT. En dan laat ik hem de structuur beoordelen. Ik laat hem kijken naar of ik dingen heb gemist, ja of nee. Ik maak ook vrij vaak verwijzingen naar andere mensen of naar andere gedachtegoed. Dan stel ik me ook altijd heel erg duidelijk de vraag: zijn er nog andere mensen die met het gedachtegoed bezig zijn? En kom daar met definities en bronnen van. Ik heb het nu zo geschreven: kun je er meer opinie in aanbrengen? Of kun je er meer stellingen nemen? Kun je het eens bijvoorbeeld in de stijl van het Algemeen Dagblad of in de stijl van het NRC of van de Volkskrant schrijven? Kun je een mooie openingszin bedenken? Bedenk 10 verschillende kopjes als titel. Herschrijf dit, maak 3 verschillende versies. En dat levert allemaal resultaat op. En ik ben nog heel veel... Ik stel een initiële vraag of initiële prompt. En op basis van de reactie ga ik verder vragen stellen. Dus het is niet één keer iets afvuren en dan met het resultaat tevreden zijn. Maar voortdurend die iteratie, de dialoog opzoeken om tot betere resultaten te komen. En ik merk gewoon dat het mij scherper maakt en mij op allerlei vlakken aanvult. En daar ben ik heel positief over. Ja. En ook af en toe reikt hij me dingen aan. Denk ik bij mezelf, dit is echt rommel of dit is door een kleuter geschreven. En ook af en toe krijg ik bronnen terug die niet bestaan. Dus ik ben ook voortdurend wel weer met fact-checking bezig. En ook al, weet je, zijn er andere schrijvers over dit gedachtegoed? Dan komt hij met een aantal schrijvers aan. Ja, dan ga ik me daar weer in verdiepen en dan leer ik er weer van. Dus ik ben daar... Ja, uitermate positief over. Ja, maar dat wat jij noemt, hè, dat fact-checking en continu eigenlijk maar bezig zijn van wat kan ik met deze informatie en klopt het? Dat is iets wat continu moet blijven, toch? Ja, absoluut. Weet je, ik denk dat wat we nu meemaken met kunstmatige intelligentie, heeft iedereen de tools in handen gekregen om te spelen met de realiteit. En ik denk dat we dat heel mooi zagen met die beroemde foto van de paus in zijn witte rappersjas. Dat was de allereerste AI-hoogst wereldwijd waar miljoenen mensen intrapte. En ik denk dat dat een soort keerpunt is geweest van hoe we het internet gaan gebruiken vanaf nu. Voorheen gingen nog een hele hoop mensen naar Wikipedia toe of vroegen dingen aan Google. En dan geloofden ze meteen wat daar als eindresultaat uitkwam. En ik denk dat we nu een tijdperk ingaan dat je per definitie niet meer kunt vertrouwen op wat het internet uitspuugt. Dus je kunt niet langer je oren, ogen geloven van wat je ziet of leest. Nee, je zult af en toe heel kritisch moeten zijn en zelf op onderzoek moeten gaan om te kijken of het klopt wat je voorgeschoteld krijgt. Ja, nou, het is goed dat je dit noemt, want dit klinkt nog als een mooie... Het is nog vrij braaf, hè? Je moet kritisch zijn. Nu was ik natuurlijk eventjes onderzoek aan het doen voorafgaand aan dit gesprek. En toen kwam ik jou een aantal keer tegen in de Parool. En toen zag ik in een van die... Van die stukken zag ik deze quote staan. De bedreiging door kunstmatige intelligentie wordt gezien als groter dan die door nucleaire oorlog, klimaatveranderingen, pandemie of een allesvernietigende komeet. Dat is geen quote van jou overigens, maar van Otto Barthe van Existential Risk Observatory. Ja. Nou, zeg het maar. Ja. Wat vind je dan van zo'n uitspraak? Vind ik een beetje heigerig, een beetje hyperig om aandacht voor een probleem te vragen. En aan de andere kant blaast die het probleem ontzettend op. Maar ook, ik denk wel dat de achterliggende gedachte is dat we ook kritisch moeten kijken naar deze technologie. En dat we niet het met allerlei hosanna verwelkomen.
Maar dat je gewoon even af en toe met je boerenverstand moet nadenken waarvoor je deze technologie inzet of gebruikt. En uiteraard zit daar een zwart kantje aan. Met AI kun je ook gebruiken om de Nigeriaanse prins, die we allemaal via de mail hebben binnengekregen, om die nog beter zijn teksten te laten formuleren, zodat we nog sneller misleid of bedrogen worden. Dus ja, dat is een risico, of dat is een van de risico's. Dus ja, bezint eer je begint, gebruik je boerenverstand. Maar inderdaad, een grotere ramp dan de atoombom, of dat het idee dat kunstmatige intelligentie mensen overbodig maakt, of zelfs met Terminator-achtige scenario's de nek omdraait. Ja, daar geloof ik absoluut niet in. Nee, oké. Okay. Nee. Toch enigszins nuanceren. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, is het wel zo, jij zei meer of minder wet en regelgeving, toen zei je meer. Mijn eerste gevoel als leek is dat ik denk van als we het helemaal gaan dichttimmeren met wet en regelgeving, dan halen we het spannende er misschien ook een beetje van af. Oké, okay, maar dat is duidelijk niet wat ik zeg. De stelling alsof ik voor meer of minder regelgeving ben. Ik denk dat er momenteel te weinig regelgeving is. En dat ook de overheid en wetgevende instanties überhaupt te weinig weten hebben van dit soort nieuwe technologieën. En wat ik in het begin van dit gesprek ook al zei, ik denk dat dit soort technologieën hele kritische vragen gaat stellen aan hoe wetgeving is op het gebied van copyright, beeldrechten, intellectueel eigendom, patenten, octrooien. En daar zullen we eens heel kritisch naar moeten gaan kijken en misschien de wet ook scherper gaan formuleren. Ook deepfake-achtige technologie, deep nudes, het feit dat je gewoon met een vingerbeweging iemands gezicht kunt kopiëren en plakken op het lichaam van een pornoster, bij wijze van spreken. En jouw integriteit van je lichaam aantast. En je privacy en zelfs bedreigd voelt. Daar hebben we nog geen goed antwoord op, volgens mij. En daar moeten wel antwoorden op komen. En die taak ligt toch voor een groot deel bij de overheid. Is dat nu wel gaande, dat ze dat aan het ontwikkelen zijn? Of? Nou, er is denk ik steeds meer awareness, steeds meer bewustzijn. En denk ik dat ook een van de missies is van een instituut als Vint, om inderdaad voortdurend dingen te duiden en ook daar waar mogelijk de vinger op de zere plek te leggen. Maar het kan wat mij betreft, of het mag wat mij betreft, alleen maar meer. Maar niet zo dat we verstikkende maatregelen gaan nemen en die per definitie alles van tevoren al verbieden. Nee. Want dat is tegen het innovatieve karakter van deze technologie. Hey, dan nog even terugkomend op een van de andere stellingen. Goed dat de techreuzen erin springen. Ja. Zitten daar nog aandachtspunten in voor de gewone gebruiker van bijvoorbeeld Microsoft Copilot, Photoshop met Firefly of Adobe met Firefly? Maar waar moeten we op letten? Nou, kijk, allereerst waarom ik het een positieve ontwikkeling vind, is dat op deze manier, dankzij Google, dankzij Microsoft, krijgt deze technologie een hele gemakkelijke interface in bijvoorbeeld de bekende Office-omgeving of binnen je Gmail. Dus zo komt iedereen op een hele makkelijke, natuurlijke manier in aanraking met kunstmatige intelligentie. Dus de wereld van AI wordt dankzij deze techreuzen geopend voor iedereen. Dus dat vind ik heel positief. Aan de andere kant wel natuurlijk een kritische kanttekening. Wat geef je zelf weg? We hebben natuurlijk al meegemaakt met een hele hoop grote sociale mediabedrijven dat we klakkeloos onze data weggeven door van alles maar te liken. Waardoor ze steeds beter inzicht in ons krijgen, in onze psyche, in onze geest. Waardoor ze steeds vaker allerlei producten en services op een manipulatieve manier door onze strot heen duwen. Ja. En daar proberen we nu ook via allerlei wet en regelgeving perk en paal aan te stellen. En we moeten ervoor waken dat we met deze technologie het niet nog makkelijker maken om een prooi te zijn voor dit soort bedrijven. Ja. Dus daar moeten we heel duidelijk een balans in zien te vinden. Dus je moet eigenlijk goed van tevoren bedenken, ik ga met deze tool aan de slag. Wat zijn de voorwaarden om ermee aan de slag te gaan? Nou, absoluut. En weet je ook, er zijn natuurlijk ook al een hele hoop verhalen op het internet van mensen die al hun bedrijfsdata naar ChatGPT sturen om daar vervolgens allerlei intelligente vragen over te stellen. Maar ja, de belangrijkste vraag, die vergeten ze dan. Waar blijft die data? Wie kan er ook nog naar kijken? Wat gebeurt daarmee? En mag het wel volgens de wetgeving van AVG, GDPR, dat soort dingen? Ook hier weer af en toe even een stapje terug. Bezint eer je begint. Mag dit wel wat je doet? Kun je deze data klakkeloos naar de cloud van OpenAI sturen? Wat gebeurt er dan mee? Ja of nee? Dus het boerenverstand is ook hier weer heel belangrijk. Ja, en dat slaan mensen misschien nog wel eens over.
Ik denk het wel, want mensen zijn gewoon enthousiast, nieuwsgierig. En proberen met allerlei goede bedoelingen eigenlijk misschien hun eigen werk omgeving te verbeteren. Of de resultaten van hun eigen kunnen te professionaliseren. Maar ja, ze vergeten dan dat ze ondertussen wel hele belangrijke data zomaar weggeven. Ja, hey, en dan zag jouw collega Thijs toevallig gisteren iets posten over dat het gewoon veel meer energie kost om een gemiddelde prompt in ChatGPT te gooien dan een gemiddelde Google zoekopdracht, om maar eens iets te noemen. Is dat nog iets waar we rekening mee moeten houden? Is dat een afweging om het wel of niet te gebruiken? Of is er iets? Zijn er ontwikkelingen waardoor het wel duurzamer wordt? Nou, wel grappig, want toevallig Thijs stuurde inderdaad een artikel naar ons toe. Dus we hebben er ook naar gekeken. En ook een van de allereerste vragen was, ja, weet je, is het niet ook gelijk dan een soort van momentopname wat we nu meemaken? Is misschien over een jaar of over twee jaar is dit soort energievraagstukken alweer achterhaald dat de technologie zo perfect geworden is dat ze steeds minder energie gebruiken? En dat die verwachting is er wel. Dus ook daar zijn weer allerlei ontwikkelingen gaande. Dus het is heel moeilijk om daar momenteel ook een soort van balans in te vinden. Wat is nou goed of slecht? Wat is fout of niet, of niet correct? Maar ja, ook daar moet je wel over nadenken. En misschien is daar ook wel weer voor de overheid een taak weggelegd. Dat je niet maar klakkeloos energie kan consumeren om op de meest stomzinnige vragen antwoord te krijgen. Dus je krijgt wel straks een promptlimiet. Ja, misschien wel. Of dat er een limiet zit op het aantal wat zo'n AI mag gebruiken om een vraag te beantwoorden. En ik weet niet of dat te monitoren valt. Hè. We hebben daar dus ook gisteren een discussie over gehad. We kwamen daar niet over uit. En dan ben ik ook geen energie- of klimaatexpert. Maar ja, dat zijn wel vraagstukken die gewoon steeds relevanter worden. Ja, dan nog even, daar zijn we dan nu nog niet dat we dat inzicht hebben. Er is volgens mij zo'n soort curve van de adoptie van nieuwe technologieën. Ja. In welke fase zitten we nu eigenlijk? Ik denk dat we vlak onder de piek zitten. Dus we zijn nog steeds aan het hypen. De ontwikkelingen gaan ook dermate snel dat iedere maand wel weer ergens een nieuwe versie vandaan komt waarmee nog meer mogelijk is. Kijk bijvoorbeeld naar de AI-beeldgenerator Midjourney. De vlucht of ontwikkeling die dat in een jaar tijd meegemaakt heeft van heel pixelmatig naar hyperrealistische beelden die niet langer van echt zijn te onderscheiden. Nou, hetzelfde zie je nu onder andere gebeuren met film en applicatie of als Runway, die het mogelijk maakt op basis van een tekstprompt om 4 seconden tot 18 seconden bewegend beeld te fabriceren. Ook nog een beetje pixelmatig, maar wordt steeds realistischer. Dus we zijn er aan het hypen. En zodra we denk ik een soort van grens bereikt hebben dat het niet langer van echt of nep te onderscheiden is, pas dan gaan we naar een soort dalletje toe. Ten eerste van, hey fuck, ik weet niet meer wat echt of nep is. En ten tweede dat we dan op zoek gaan naar de echte business cases, use cases, die laten zien hoe inderdaad AI ons op privé of op werkniveau kan gaan verbeteren of aanvullen. Ja, en nu hoorde ik jou net de prachtige woorden hey fuck zeggen. We zetten een glazen bol neer op tafel. En dan wil ik even terugkomen op de stelling, de grootste AI-ramp moet nog komen. Ja. Wat gebeurt er als je in die glazen bol kijkt? In welke hoek zit dat? Nou, ik hoorde gisteren een stelling van iemand. En het is ook, weet je, het is weer koren op de molen van ons boek Echt Nep. Waarin we als ondertitel hadden, we gaan spelen met de realiteit. En gisteren maakte iemand de opmerking in een YouTube-filmpje. En ik ben de beste man zijn naam vergeten. Maar die stelde dat 2024 wordt officieel het jaar waarin we niet langer weten wat de realiteit, de werkelijkheid is. Dan wordt het, of het nou door een mens gefabriceerd is of door een AI gegenereerd of gesimuleerd. Dat punt gaan we volgend jaar bereiken. En ik denk dat dat wel een enorme mindfuck wordt. En met name ook omdat je natuurlijk volgend jaar de Amerikaanse verkiezingen hebt. Je ziet nu ook al met de oorlog tussen Palestina en Israël en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, dat er een hele hoop mis- en disinformatie wordt gegenereerd, gemaakt en verstuurd, gedeeld door mensen. Dat we vaak al niet meer weten of iets juist of niet juist is. En ik denk dat dat nog dat volgend jaar nog groter gaat worden. En dan was die AI-paus was een grapje. Maar straks gaan we echt serieuze dingen meemaken. Dat mensen er echt van overtuigd zijn dat wat bijvoorbeeld een Trump dankzij een AI zegt, dat het ook echt waar is. Ja, en dan nu is het vaak zo,
als ik het goed begrijp, dat je nog kunt onderscheiden of het echt of nep is door het onderzoek van metadata. Dus de gegevens in een bestand bijvoorbeeld. Is het dan zover dat het dan niet meer kan? Bedoel je, gaat het die kant op dan? Nou, ik denk dat het gewoon steeds moeilijker bewijzen wordt of moeilijker te bewijzen wordt voor de leek of de amateur, de normale internetgebruiker, om echt aan te kunnen tonen dat dat iets echt is of nep. Ja. Feit of fictie. Want je kunt natuurlijk niet elk bestand gaan onderzoeken als gewone internetgebruiker. Nee. Kijk, we hebben momenteel bijvoorbeeld Bellingcat, burgerjournalisten, die op basis van foto's kunnen achterhalen waar en wanneer iets plaats of iets heeft plaatsgevonden en waar het heeft plaatsgevonden. Maar dat zijn, we noemen het dan burgerjournalisten, maar dat zijn wel mensen die heel erg goed zijn met allerlei tools van het internet om dat te onderzoeken. En dat, ja, dat zijn de meeste mensen gewoon niet. Nee, dus 2024 wordt het jaar. Dus het is wel goed dat de Nederlandse verkiezingen dit jaar nog zijn. Ja, dan hebben we dat, kunnen we dat dilemma tenminste voorkomen. Ja. Nee, ja, maar ook, weet je, ook daar zie je gewoon dingen gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan Thierry Baudet, die op basis van allerlei samenzweringstheorieën beweert dat in de hoogste regionen van Nederland hagedissen rond waren. Ja. Dus ja, zover kan het gaan. Ja, ik zie jou lachen. Ik moet er ook een beetje om lachen. Maar er zijn natuurlijk wel veel mensen die dat dan geloven. Toch? Ja, maar dat klopt. En dat is natuurlijk ook, weet je, als het op Facebook heeft gestaan, is het waar. Ja. En dat is voor een, helaas voor een hele hoop mensen is dat dan de waarheid. Terwijl ik zou zeggen van ja, weet je, je zit toch een beetje in een soort van fabeltjesfuik of digitale echopput, filterbubbel. Probeer ook eens af en toe uit je bubbel te komen en te kijken wat er echt gebeurt in de echte wereld. Ja, ja. En gaat het een grote rol spelen naast Thierry Baudet, denk je? AI in de Tweede Kamerverkiezingen? Ik hoop dat we als Nederlanders nog steeds, zijn we toch wel een nuchter volgje. Maar ik maak me echt wel zorgen om wat er in Amerika gebeurt. Ja. Ik denk dat we daar de eerste excessen gaan zien van hoe AI gebruikt kan worden om grote groepen mensen te misleiden en te bedriegen. Zit er ook een bepaalde vorm van vermaak in? Dat je dan naar de andere kant van de oceaan kijkt en dat je denkt van nou, ik ben wel eens even benieuwd wat daar gaat gebeuren. Nou, ik volg het met interesse. En dat is, het is meer leedvermaak, denk ik dan. En dat is natuurlijk ook niet helemaal positief. Maar ik val eigenlijk altijd van de ene verbazing in de andere verbazing. Wie had ooit kunnen denken dat duizenden mensen het Capitool zouden bestormen om een alternatief feit. En weet je, een alternatief feit, ook zo'n waanzinnige uitdrukking van de Republikeinen om maar een alternatieve realiteit te bewerkstelligen. Maar ik kijk er met interesse naar, maar ook met zorgen. Want wat in Amerika gebeurt, vaak loopt Nederland 2 jaar later erachteraan. Ik voel toch wel een beetje dat de techno-optimist van het begin van deze aflevering een kleine 28 minuten geleden toch wel iets meer nuance aanbrengt in het verhaal. Ja, maar ik probeer ook altijd heel duidelijk vanuit mijn beroep, vanuit mijn vakgebied, de balans te vinden. Maar het ligt ook een beetje aan de opbouw van dit gesprek die jij je vragen stelt. Het komt door mij eigenlijk. Ik denk dat, nogmaals, ik ben een techno-optimist. Ik zie een hele hoop kansen en mogelijkheden. Maar er zitten ook gewoon een aantal risico's aan vast. En ik ben niet bang om die te benoemen. Nee. Nou, laten we dan toch afsluiten met de hoopvolle kant. Dat is eigenlijk de vraag die ik aan iedereen stel. Of eigenlijk de drie puntenvraag. Wat zijn 3 zaken waarmee we het werk, leven en het leven leuker kunnen maken met AI, nu of morgen? Nou, ik denk dat we het eigenlijk al een beetje tijdens dit gesprek behandeld hebben. Maar ik denk dat punt 1, AI democratiseert creativiteit. Iedereen heeft nu de mogelijkheden om op een hele makkelijke manier, op een hele natuurlijke manier met AI te spelen en de meest waanzinnige dingen te verzinnen. Het zij tekst, het zij beeld, het zij video, het zij audio. Dus dat vind ik heel krachtig. Je hoeft niet langer jarenlang Photoshop te bestuderen om uiteindelijk een foto te kunnen manipuleren. Dat kan nu iedereen. Dat is heel krachtig. Ten tweede, het is een enorme efficiëntieslag. Dankzij AI kun je gewoon sneller dingen produceren. De witte pagina is vrij snel gevuld met behulp van AI. En ten derde, en met dat maak ik aan de lijve mee, voor mij is AI een soort van spanningspartner. En het tilt mij op zowel persoonlijk als professioneel niveau. Zet het mij op een hoger niveau weg. Ik leer er echt van. Mijn
kennis, mijn wordt verruimd, wordt aangevuld. En daar ben ik heel dankbaar om. Nou, wat mooi. Dan zijn we toch weer bij de optimistische afsluiter. Ja, dat denk ik ook. Nou, Sander, dankjewel. We zitten echt precies binnen de 30 minuten. Dat was hartstikke mooi. Laatste afsluiter, echt nep kopen. Is dat toch een beetje de wereldwijd door afsluiter die ik hier neerzet? Nou ja, weet je, ik vind het altijd leuk als mensen het boek kopen maar zich er dan ook in verdiepen. Ja. Ik denk dat wij, we hebben het in oktober 21 hebben dat gepubliceerd. En wat we voorspeld hebben is uiteindelijk begin van dit jaar is dat losgebarsten over de rug van ChatGPT, Midjourney, al die andere tools die we korte revue hebben laten passeren. Dus ja, wil je echt begrijpen wat er op ons afkomt en wat er gebeurt, ja, dan is denk ik het boek wel een aanrader. Ja, en we kunnen jou ook volgen op LinkedIn, hè? Ja, absoluut. Oké, nou, linkjes vind je in de show notes. Sander, dankjewel dat je als werkverbeteraar wilde aanschrijven. Graag gedaan.